Van harte welkom bij nieuwe 11 Insiders met hele mooie gasten. Want kijk aan mijn rechterkant: Dennis Prisjinenko, The Beast. Die heeft gespeeld voor Union Berlin, voor CSKA Sofia, voor Heart of Midlothian, mooie clubs, Beerschot. En natuurlijk niet te vergeten: KMSK Deinsen. Dat zijn allemaal traditionsvereinen. Herzlich welkom. Welkom, dank u. Ja. We gaan uh, wat Nederlands vandaag horen, wat Engels ook. Podcast kan het allemaal wel, misschien een beetje Duitser bij, dat gaan we wel zien. Uh, niet in het Duits, wel gewoon in het Nederlands. Tarek Tissudali Van harte welkom. Dankjewel. Vers van de pers. Uh, nog, nog net uit de douche, denk ik, bij, bij Gent. Ja, precies. Nog een teammeeting gehad? Ja, ook. Ja, van harte welkom. Ja. Ja, Heer, uh, in het weekend was er één groot uh, thema natuurlijk. Hè, dat uh, gebeurde na uh, Club Brugge-Anderlecht. Nog eens even luisteren wat uh, Vincent Company zei in het, uh, ja, in het interview. Was het niet echt, maar hij maakte een statement na de wedstrijd. Ik, ik, ik ga sowieso naar huis uh, gedegouteerd en, en teleurgesteld. Uh. Ik bedoel, um, ik ga het ook heel kort houden. Mijn, mijn, mijn stafspelers en mezelf we zijn uh, de hele wedstrijd lang uitgescholden geweest. Bruine Aap en wat dan ook. En, en ja, dat zijn dingen. Ja, ik, ik heb het er moeilijk mee. Ja, bijzonder pijnlijk hè, dat het nog maar eens gebeurt. Je kan het alleen maar heel uh, zwaar afkeuren. Ik kan het alleen aan jou vragen, Tarek. Heb je zelf ervaring ermee om uh, racisme te voelen op, op een veld en te horen? Uh, ja, ja, ik heb zeker ervaring mee. Uh, 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 vooral wedstrijden waar veel concurrentie en bijvoorbeeld uh, Antwerpen en Nederland ook. Een grote club als Feyenoord, waar best wel vaak uh, wordt gereageerd. Dat hoor ik ook vaak van andere spelers. Maar, maar ik denk dat dit wel. Uh, dit heeft denk ik wel meer dan racisme te maken. Als je zoiets zegt, wat de uh, compagnie zegt, je ziet dat, hij echt is, uh, dat het hem echt heeft geraakt. En. Uh, ja, bij mij hoor je meestal andere dingen zoals uh, kut Marokkaan en uh, dat soort dingen. Maar dit heeft denk ik wel, uh, dit heeft denk ik wel meer impact. Ja, je zegt echt, hij was echt aangeslagen. Hè? Ja, ja je, ziet het, uh, je ziet het aan zijn ogen. Gelijk dat uh, het echt pijn is. En ja, als voetballiefhebber, als, als je dit niet voelt, dan, dan ja, dit is het gewoon pijnlijk. Ik denk voor uh, wat de Compagnie heeft uh, betekend voor België, uh, is het zeker. Uh, ja, ik vind daar geen woorden voor. Nee. Uh, als jij racistisch bejegend wordt, hoe komt dat binnen? In je hoofd, in je hart? Ja, uh, van de supporters hoor je vaak ik heb ook wel eens. Uh, een, een keer meegemaakt met een speler, maar ja ik, uh, ja, ik ja, bij mij is het anders. Ja. ik uh, ben ook best wel hard opgegroeid in Amsterdam. Ja, als, als iemand mij aanschouwt, scheld ik hem gewoon terug uit en dan laat ik er overheen. Maar zoals ik al net zei, ja, als iemand zegt, kut Marokkaan, dan ik je gewoon terug uit, bijvoorbeeld. Maar ik denk dat dit, uh, dit, heeft, dit is meer dan uh, racist, <coughs> maar dit is. Gewoon, uh, dit, dit kan gewoon niet. Hoe moet dit, denk je, aangepakt worden? Want er wordt vaak over uh, gesproken. Uh, Lukaku uh, deed een heel uh, sterke statement. Hij zei: Echt, uh, fuck off met jullie hashtags. Uh, actie nu. Um, heb jij er enig idee van? Ja, want voor spelers is het vaak moeilijk. En na een wedstrijd blijven ze vaak op de vlakte. Hebben vaak ook wel wat, wat angst voor misschien uh, bepaalde fans. Hoe moet, dit, hoe moet dit opgelost worden? Überhaupt, als dat al kan. Ja, ik denk sowieso heel hard. Uh, uh, ja, racisme hoort sowieso niet uh, bij het sport Ik denk, uh, ik denk dat uh, er zijn genoeg camera's, denk ik, uh, camerabeelden. En het openbaren, denk ik, het openbaren van, ja, uh, bijvoorbeeld, uh, een Jan achternaam, zoiets, uh, is, uh, moet voorkomen of zo voor uh, racisme, dat die echt wordt geopenbaard, dat mensen weten van oké, okay, hij is het geweest. Echt ook iedereen eromheen uh, in zijn omgeving ook weet ja, wat hij heeft gedaan. En uh, Zulke mensen er wel drie keer gaan nadenken. Dan. Ja, en moet het dan van, van boven geregeld worden in een soort van uh, uh, voetbalbond? Of moeten, moeten clubs zelf bepaalde maatregelen uh, nemen? Ik denk eerlijk gezegd dat clubs niet veel aan kunnen doen. Het zijn gewoon uh, rotte appels die ertussenin zitten. En uh, ik denk als, uh, als supporter, als, als andere supporter, als je daarna zit dat je er wel wat gewoon van moet zeggen. En, en ja, als er een steward of een, ik veel, een politieagent of zo erbij is, ja. dan, dan dat die gewoon, uh, die horen niet in een stadion en die kunnen het verpesten voor andere supporters natuurlijk. En ik denk ook, ja, niet alleen met de clubs, ik denk, ik denk uh, m, ja, dit is, uh, het, moet het moet harder aangepakt worden. Ja. Zo. Nog één vraag ja. erover. Hoe is er uh, bij jullie bij Gent? Uh, ongetwijfeld is er daar ook over uh, gesproken. Jullie hebben ook een hele diverse groep. Hoe ging dat uh, vandaag? We, we hebben er niet echt uh, specifiek over gesproken vandaag, uh, over wat er is gebeurd. Uh, bij ons in de groep merk ik gelukkig niks van. Uh, iedereen kan het wel met uh, iedereen overeen. En, en ja, daar ben ik wel blij om. Dus uh, bij ons is er niet echt veel. Uh, nee, over nee, gesproken. Uh, Dennis, uh, geboren in Potsdam. Ik ga de vraag in het Nederlands stellen. Wat is jouw herinnering met uh, racisme dat je zag of voelde bij een van je ex-clubs? Um, yeah one of my um, recent memories was in CSKA Sofia. Sofia is a ja, er yeah they stand there a bit unknown. Yeah, Bulgarian people Bulgarian people there like in CSKA Sofia were a lot of Nazis, like real we even know them as a the players we knew we knew that the supporters like let's say 5% like of them are like real Nazis. So and we had also obviously some foreign players, some colored players which were um, uh, my friends still until now. And you know how it is in this country. So if you, if you perform, you're the king, you're like the hero and stuff. But as, as long as you don't score anymore, or you play like two bad games, then the support is behind um, against you already. So we had a game, he was not so good, one player, Tony Silva. He was not so good this game, then the second game also not, and we lost, I think, 2-0 at home, which is a big thing for CSKA Sofia. So and after the game, um, he had an orange BMW, En after the game there was like a big swastika with a key. Somebody made a big swastika, so he was really, he was really sad, even crying and stuff. This guy. So he took a lawyer, I remember. And actually one of two weeks later he left the club because of this, because he felt not safe anymore. Wat zou jij doen als je op het veld staat en een van je ploegmaten... Um, krijgt racisme naar zijn naar zijn kop, na, krijgt verwijten naar zijn hoofd? Wat zou jij doen als je kapitein bent? Um, at the moment in the game, I would probably go to this team play, to my teammate and try to calm him down because I know it feels bad. But at the moment, nothing to change right now in this moment. So I would tell him to focus on the game, to f just forget it. To say, yeah, these this people, they have probably some complexes, some issues inside of their heads. So they try to let it out on you. So just be more clever, be more, be above them. So don't let it um, touch you. Just do your game and. Dat is wel niet zo simpel natuurlijk, hè? want we hebben ook zo eens uh, Eli Maritra gezien. Uh, we zagen vorige week, maar dat werd dan niet helemaal uitgeklaard wat er met SEC er gebeurde bij Antwerpen. Dan ben je wel ja, overmand door emotie. Dat sommige mensen ja, worden tot, in, tot, in het, uh, tot in diep in de ziel geraakt, gewoon, hè? Dat is niet evident. Hè? Obviously, it's difficult. I've never been in a situation before. Maar ja, het is a thing. The players... I think every everybody's different. Every character is different. There are some players like me, maybe who. To me, I don't give a. Um, I don't care. Robert. You don't give a shit. I don't know? give a shit. I don't give a shit what um, people talk to me or what say to me. Stupid Ukrainian, stupid Russian, stupid whatever. Yeah, ja, want you have multiple uh, passports or nationalities. Like, no, I, I have it. only one passport. All German. German. German, But my mother is Belarus. My father is um, from from the from the Krim. Yeah. yeah, yeah so yeah i have been i don't know what even my blood is mixed but my passport is german so like i said i don't care what people say about me um, but other people are our players are not so um, yeah they, are, they have different, different character so i understand they will take it personal but i believe in this situation you should um, focus more on the game and after the game you could um, yeah try somehow to find a solution Oké, okay, waarom hebben ze die man nog niet opgeroepen voor de manschaft, Tarek? Die moet toch, die moet toch voor Duitsland naar het WK, Wat of niet? Ja, als ze, als ze geen prijzen willen pakken, dan moeten ze hem uitnodigen. Als ze geen prijzen willen pakken? <laughs> ja, want yep. ja, die was weer geschorst in het weekend, hè? Ja. Oh, Deinze. Every game, um, something, I do something. It's in my nature. Met de mond of met de, de voeten? Foot, wait, what happened? Ja, it was referee, I don't know. Again. good referee is my friend but you know what i have the feeling the referees in belgium they know me already naprachenko you know he's the guy with the tattoos he's a little bit stupid so and i believe when i make a tackle even when i say today i'm going to play calm i play easy they give me straight away foul straight yellow or i make a tackle in the box maybe little contact penalty they look at sometimes it happens i tackled um, the referee don't even whistle then first of all he was, he was like looking at me and like 10 seconden later, je saw me. Oké, okay, oh, Pishnenko. Penalty. You know? this is what ik um, I don't get sometimes, but yeah. So I got a really easy yellow card after nine minutes against Beverly. Um, which for me was foul, but not yellow. Yeah. Oh, yeah. uh, Tarek, jij bent een beetje de man van het uh, moment, eigenlijk, hè, al een tijdje langer bij Agent in onze competitie. Je bent misschien wel een outsider voor die mooie vergulde schoen. Wie weet? Uh, leeft dat in Nederland al? Beginnen ze jou daar te kennen? Uh, ik krijg wel heel veel berichten van mijn, krijg wel berichten van mijn oude coaches, eigenlijk, die ik heb meegemaakt. Van Louis ook? Nee, <laughs> die niet. Die niet. <laughs> <laughs> maar uh, mijn oude coach en ook uh, 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 in voorbereiding dat fijn wordt gespeeld, uh, altijd positieve berichten van de coach Arne Slot heb ik ook meegemaakt. Die volgen me wel. Maar uh, in Nederland, ja, meeste oude teamgenoten volgen me ook. Uh, ja, die geeft gewoon aan dat ik goed bezig ben, Dat ik door moet gaan Gewoon de standaard dingen. Ja, wat is het mooiste compliment dat je al uh, recent ontvangen hebt? Misschien uit onverwachte hoek? Ja, pff, ja, de gekste dingen heb ik ja, Je krijgt van uh, vrienden... Ja, je krijgt gewoon de gekste reacties van... Uh, uh, ja, het mooiste is denk, denk ik dat, uh, dat geen inspeler in België dezelfde speel, speelstijl heeft als mij. Nou, je bent uh, volkomen uniek, hè? dat is wel zo. Hoe ziet jouw coach dat? Wat, wat, beseft hij dat je eigenlijk op instinct moet voetballen en niet te veel opdrachtjes moet meekrijgen? Of krijg je die wel mee? Uh, nee, nee, nee. Hij ja, geeft me wel gelukkig het vertrouwen en de, de mogelijkheid om, uh, om mijn eigen ding te kunnen doen. Maar natuurlijk, wel bij balverlies heb ik wel natuurlijk gewoon opdrachten. En waardoor je ook het team moet helpen. Heb je daar de pest in? Nee, nee, nee. In principe, het systeem van, van hoe we spelen... Ik denk dat het me wel ligt dat we... daar wil me het liefst niet op mijn eigen helft hebben. Dus, dus dat is wel ideaal. Ja, die, die dribbel van jou, die kap, dat is... Uh, ja, dat is bijna kunst, hè? Dat, mag, uh, dat mag tegen de muur. Hè? Dat zei Aster en Zeemana ook. Ik was op jullie wedstrijd uh, tegen Genk. We hadden er even een, een doelpuntje bij. En uh, luister ook vooral naar het uh, commentaar. Die Sudali. Oh, mooi gedraaid. Fantastisch gedaan, Tisu Dali. Wat dan? Maak er een foto van. En kader hem in. Wat een doelpunt. Van Tarik Tisoudali, De beste man op het veld. Wat mij dan enorm boeit. Um, als je iemand. Een middenvelder neemt of een uh, verdediger die, die niet gewoon zijn misschien om één op één met een keeper te komen. Die kunnen plots zo'n adrenaline rus krijgen en, en door spanning overmand En 120% afwerken. Maar jij blijft lucide. Wat, wat gaat er in je hoofd om dan? Is dat, gebeurt er iets dan, in die 16 meter? Na de actie? Ja, als, je, als het echt moet gaan gebeuren. Ja, af en toe heb ik ook wel het gevoel van ja. Uh, bijvoorbeeld, ik heb een mooie actie gemaakt, dan heb ik in mijn hoofd van ja, okay, als ik hem nu maak, dan is het een wereldgoal. Bijvoorbeeld, uh, 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 dat heb ik wel eens, uh, heb ik ook wel eens hoor. Maar af en toe heb ik uh, ook dat ik overhaast schiet en denk dat ik daar uh, nog een uh, stap in kan maken. En, maar uh, ik eerlijk gezegd, tijdens zo'n actie, ja, dan, denk, dan denk ik gewoon ja, je gaat natuurlijk met volle vertrouwen erin, ik denk van ja, ik ga hem gewoon maken. Een hoopje man, dat je maakt. Ja, je denkt niet, ik heb thuis nog afval staan, ik moet nog dingen doen of zo. Nee, nee, nee. nee. <laughs> Stel je voor. <laughs> nee, nee, op dat uh, moment niet. Want je bent de man van de actie, is eigenlijk de actie maken en de assist geven. Ja, is dat nu het, het meeste van de voldoening of toch echt dat prikken? Dat score is natuurlijk het moeilijkste uh, uiteindelijk. Uh, maar uh, actie maken en assist geven is ook mooi. Ja. Uh, als, je maar, uh, als je maar het team kan helpen en betrokken bent bij doelpunten dat is uh, het belangrijkste voor mij. Ja. Ja. Die Champions Playoff, dat is het ultieme doel wel. Dat moet wel gebeuren. Hè? Dat leeft ook binnen de groep? Uh, ja, steeds meer. Uh, het leeft, uh, ja. We hebben gezien dat we nu als team uh, ook, uh, ook reeks in neer kunnen zetten. en Dat was het enige eigenlijk wat we misten. Uh, en... Het leeft zeker uh, voor de wedstrijd ook. Uh, wordt serieus gesproken van, hey, luister, we maken nu geen grappen meer. We moeten gewoon vol uh, focussen uh, op, de, op de overwinningen telkens. Neem ons eens even mee uh, naar een moment in de kleedkamer voor een belangrijke wedstrijd. Wie neemt dan het woord en wat wordt er dan gezegd in de op buiten de coach van de spelers? Uh, meestal de aanvoerder, uh, Fadis Odija, die, die is zeg maar, de leider in de groep. Uh, je hebt Mike Nkadeu, die is ook uh, een leider. Ja, meestal uh, vlak voor de wedstrijd is het gewoon onze coach. En op het veld, en Svadi is meestal wel degene die iedereen oppept en Mike ook. Ja, ja. Dennis, weet je nog uh, de eerste trainingsdag dat je tegenover Tiso Dali, Tarek met de voornaam stond op training? Je kende hem niet en plots train je ermee. Hoe was dat? Um, yeah, me at this time I was um, playing a Berskut and I was like the kind of the king at the club. Not the king, I was a big player then. You were the president and the king. I was king. the president and uh, everything. <laughs> I made the transfers. No, no but um, so then I saw on the online that signed some Tisudali, Dali, you know, and I checked his, um, his things. I was like, ah, oh, some shit player, you know, like from Holland somewhere, some second division team, you know. So, and, and I saw him, he was normal, you know, a little bit ugly, his eyes and his chin was like, <laughs> no, no. Um, but then in the dressing room I didn't speak to him because I am the guy. Um, I'm. I speak to my old friends. The new, new guys they have to prove it first. So and there was the first training, and I remember from the first like um, we done rondo. He was a little bit shit, so I thought oh fuck uh, some bad player. So we played an eleven against eleven, and it was a ball plates into my back long ball, and I looked to my left. I see, I see this guy Tisudali next to me, and I thought ah, some. Some, we, um, some weak player so i was not going full but in the last moment i want to show him i want to put my body but he chipped the ball over me and he scored so i said oh some lucky lucky player <laughs> so um, the same game like five minutes later it was a ball played between me and him 50-50 and I've, i said okay now i'm going to show him that who's the king here um, who's the boss on this, um, on this field so i tackled and just before my my tackle he, he flicked it you know his, his flick what he does so he played me out and he scored again. Like 2-0. I thought, shit, this player is not too bad. So, and then, um, you know, we starts, and, uh, and the third time, I got a little bit angry. So I, same ball and I just killed him. And then I think he didn't train anymore. Um, but yeah, since this day, we became good friends. We started to speak more. And then I realized, actually, this guy, he, yeah, he's not too bad. Yeah, do you remember that moment? Or does it come back? Yeah, yeah, yeah. I remember exactly that moment, what gebeurd. Uh... Uh, en ik dacht precies hetzelfde. Hij dacht van uh, slechte speler en ik dacht van ja, slechte verdediger. Ik dacht, als, als, hij, uh, als hij een van de beste verdedigers is van de, van de competitie, dan ga ik, uh, ga ik heel veel goals maken. <laughs> en zo uh, <laughs> so was, uh, so was het gegaan en zo so hadden we ook we daarna gelijk goede contacten. Ja. Hij was uh, heel open en eerlijk altijd. En, en ik zei het ook gelijk tegen hem: uh, I was really thinking, how is possible you are one of the best defenders of the league? Zo yeah. maak ik die grappen. Ja, natuurlijk. Ja, ja, en Zee, zo waren we vrienden en Dat kunnen we nu wel zeggen. Dat, zijn, uh, uh, dat is al een tijdje achter ons. Uh, jullie zitten bij Beerschot op een moment. Proper handen. De, de al dan niet te vermeende omkoopaffaire. Uh, jullie gaan naar 1A of naar 1B. Dat wordt op een bepaald moment bekendgemaakt terwijl jullie op stage zitten. Want heel veel spelers zijn gekocht voor 1A-voetbal, onder andere Holtzuuser. Jullie zitten daar met Stijn Vreven. Wat gebeurde, hoe ging dat exact, dat moment? We hadden een teambuilding, uh, team we gingen kaarten? Dat weet ik nog. Uh, ja, ik... Kaarten met, uh, met, met de ja. motor of kaarten met de handen? Nee, nee, kaarten met de ah, kaart, auto's, ja. zeg maar. En uh, ik, ik, was, ik, ik was al geweest, dus ik ging uh, zitten. En toen kwam, toen kwam uh, volgens mij, Pieter Jacobs. Die had het uh, ons verteld. En je zag dat de, uh, de coaches het al wisten. Je zag dat iedereen echt uh, in shock was. Al, uh, niemand had het verwacht. Want uh, iedereen ging vanuit Volgens mij had KV Mechelen ook uh, een grote impact. Dus iedereen van ja... Als er matchfixing is gebeurd, ja, is het onmogelijk dan dat ze uh, toch kunnen promoveren. Daar ging iedereen eigenlijk een beetje van uit. En ik denk dat op dat moment dat iedereen, uh, iedereen was in shock, iedereen was, ja, was stil. En ja, dat was, uh, was, was eigenlijk ja, iets, maar je, je kon het niet geloven. Nee, hoe reageerden de, de uh, spelers die waren gekomen voor professioneel voetbal op het hoogste vlak? Die waren niet tevreden. wellicht? Ja, Holsen had er ook. Die was, uh, Dylan Sint-Louis was ook gekomen voor, uh, voor 1A. En die waren wel uh, echt teleurgesteld en dachten van ja, ik wil het liefst niet in 1B voetballen natuurlijk. Want die zijn gewoon nog gekomen, die hebben hun eigen ambitie ook. En dat was, uh, ja, was heel pijnlijk. En uiteindelijk, uh, uh, na, na een paar dagen, hebben ze toch besloten om te blijven. En toen dachten we, ja, boos, we gaan gewoon voor, voor uh, ja, jaar promoveren. Ja. Hoe kijk jij naar zijn uh, evolutie? Van toen je hem bij Beerschot zag. En nu, nu zie je hem bij, bij Gent. Was het verschil? Is er een verschil? Ja, er is een verschil. He took, a, in mijn opinie, a big step. But the most important thing, his qualities are the same, but just mentally. Mentally, it's um a big difference. You can feel it. When you came to Berskot, um, he had always difficulties. I remember with Freven. Um, he was, I think the first year, there was like a statistics. He was the, the most player, the number one of the players who were substituted the most, Oh yeah. the fastest. So I think after every game after 15 minutes he was already out. So he had it was very difficult for him. Some games he was not on the, in the squad even. He was on the tribune. Me personally, I, di I didn't understand it because in trainings he was always good. In the games, you know, player like him, you need to give him more confidence. So, and uh, maybe I can tell a story. Yeah, when we were in Spain on stager, and at this time Tarek was not playing much. He was like, I think the three games before Stalja, he was not even in the selection. For the he was on the tribune. So and then he comes to the room of Vorogovsky, Holzhauser and me. We were in one room together. So he comes to the room a little bit sad. So he said, guys, um, today I agreed with the club. Um, Beskid, they will let me go for free. If I find a team, I will go. And there's a team interested in me. I don't know from where. Saudi or something? That's from Qatar. Qatar. Qatar, yeah. Yeah, there was some team interested. Uh, he said goodbye to us, like um, nearly crying—not crying, but sad. I was sad and hugging, like "see you" and good luck. And then uh, he left, and, uh, after, um, and me and Holzer so we said, "Yeah, okay, he don't play much. He's um, not too good. Then, to, to be honest, if he doesn't play, so it's good for him that he's leaving." En Dan, je ziet, nou is de King of Vlaanderen. Dat is ongelooflijk, hè? Yeah. Ja. Wat, wat is jouw take op, op dat uh, verhaal? Gaan ze even terug naar dat moment. Uh, je zit diep en dan komt uh, Qatar Leg het eens uit. Ja, ja, je zit natuurlijk zo in, uh, in een moeilijke schuit. Zeg maar. Je speelt niet, terwijl je wel wilt spelen, natuurlijk. Uh, ja, ik weet, uh, ik weet nog wat net. ik zei van. Uh, uh, dat ik met Losada ging praten van uh, Losada, ik wil dat je eerlijk tegen me bent. Uh, als je me niet nodig hebt, laat me dan weten. Want dan kan ik ook kan ik zeg maar, ergens anders misschien mijn plezier terugvinden. En die was eigenlijk ook eerlijk. Ze zei tegen mij, maar, ja, uh, geef me de tijd tot de winterstage en dan zal ik een besluit nemen. Ja. En bij de winterstage werd duidelijk gezegd dat ik zeg maar, uh, gratis weg mocht gaan naar een andere club buiten België. Ik mocht niet naar uh, concurrentie gaan. Uh, dus ik had eigenlijk. Uh, een uh, akkoord met een club uit Qatar. Alleen er was nog één papiertje wat uh, één tekst in, uh, in dat briefje, zeg maar, dat moest veranderd worden. Uh, en dat was dus na de winterbreak. Uh, nou, een betere wagen in contract. Nee, uh, het contract. Nee, het was in het papier. Nee, het was het papier van Beerschot dat ik weg mocht gaan. Ah, okay. En dat ik, <tie> de club had nog iets bijgezet. Ja. Maar dat, dat moest eigenlijk weg. Uh, en dat week was tegen uh, Union en toen mocht, zat ik opeens plots in de selectie. Maak je een uh, mooie ja, goal? Ja, had ik een mooie goal, een belangrijke goal eigenlijk voor de club uh, gemaakt. En na die week, ja, toen zag je gelijk verandering. Je zag gelijk dat ik, dat Lozada toch dacht van, hey, misschien heb ik hem toch wel nodig. En dus dat tekst, stukje tekst wat in, het, uh, wat in de brief moest, is eigenlijk nooit, we, uh, was niet meer weggegaan. Want ja, had toch het, het gevoel misschien dat hij me nog nodig had. En daarna heb ik altijd... Uh, na de wedstrijd heb ik altijd in basis gespeeld. Dat is ongelooflijk hoe het van details kan uh, afhangen. Hè? Je moet geluk hebben. Jouw uh, aankomst bij, bij Beerschot. Je, je speelde in eerste amateur. Door een blessure raak je dan uit het team. En dan heel lang niet meer mogen spelen. En klopt dat vooral? Dat je dan zelf met de trein heel het land hebt moeten afreizen... om die wedstrijden bij te wonen? Dat heb je me ooit verteld. Hè? Dat is te zware. Ja, ehm... Um So, Mark Bryce was a guy who, who wanted the players to attend every game. Yeah. So, and I didn't have a car. So, I, tra um, I traveled to the... I was not even in the, in the squad sometimes because I remember in an Erste amateur was only 16 people on the bench, if I'm not mistaken. Mm -hmm. So, I was many games not even the, on the bench. So, and then there was games like um, in Ser Serra, in Heist and stuff, when I had to take the train, you know, like um, in the morning to wake up, you know, your team is playing. In the amateur league, and you come from like big teams, CSKA Sofia and stuff, and Union Berlin, and then you have to take a train from Antwerpen to there, then to take a stop in the bus, and then tak tak, you on in It was a little bit painful, but um, you know, it, um, from this stories now, I can make nice memories and. De um, you know, journey was een was nice journey. Ja, want wat hij allemaal heeft meegemaakt Tariq, met clubs, is onwaarschijnlijk. Hè? Van, ik denk dat die, alle clubs uh, failliet gingen. Kan je hem eens omschrijven? Um, zijn warmbloedigheid als goed mens. Hoe zie jij hem? Heb je daar een verhaal van? Ja, ja Dennis is zo'n hele goede mens. Uh, kijk, als je hem aankijkt, ga je denken, dan, dan ga je een andere beeld krijgen van hem. Maar hij heeft echt een heel goede hart. Uh, hij uh, zat altijd positief, wat er ook gebeurt, uh, geeft, altijd, geeft altijd positieve uh, tips, natuurlijk altijd uh, Dennis is altijd ja. Hij is uh, ja, een, hele, een hele rustige gast, eigenlijk. Als je hem, als je hem zo aanziet. Uh, als, je hem zo, als je naar hem kijkt, dan zal je dat niet snel denken. Het is een, pussy, een pussy, ja. een ook Had ook, uh, had ook uh, een verhaal ooit van hem had verteld over dat hij niet spelgerechtig was in, uh, zoals in Sofia. Which one? Which one? You need to wait for your papers. En uh, was in Scotland. Ah, in Harts. Scotland, ja. Echt een mooie cult club, hè? Ze hebben de Hibernians, maar ook een Heart of Midlothian in Edinburgh. Ik Ben er ook eens geweest. Daar ben je eigenlijk van de jeugd, denk ik. Of hoe ging dat? Ja, ik kwam er in de under 19s youth, youth system. But the problem was there when I came to Hearts. I had a Ukrainian passport and Ukrainian citizens were not allowed to, um, to work. In, in Scotland, at this time, yeah, yeah, and plus I was under eighteen, so I, I didn't have a work permit, so I could not sign professional contracts or any contract at all, so I came there as um, with a student visa, so I had to make a student visa, and the problem is if you make a student visa, you have to go twenty one hours per week to um, to study, so I actually missed all the trainings because I had a study plan in the college um, every day a part of Wednesday. I had to go to college. So basically, I came there um, to, to make my career, and but then for the first seven months, I could not even participate in trainings because of my um, studies. Yeah. The morning from nine till till three or something, I had to go to college, and then I remember this time. I remember I, I was college was done. I took the bus straight away. I was running to the bus, took the bus number thirty four to Rickerton to the Hearts Academy, and um, I tried to somehow catch up with the with the group. But I never made it because they already just, um, stopped training at one. Then I went to lunch. So sometimes I saw some guys, like, say, hey, go. they were just leaving. I just came in. So the team didn't even know me. They thought I'm gone. They said, yeah, this player is not even here anymore. So the first, like I said, six, seven months, I was um, just by myself coming to the academy at three o'clock, training myself in the. Indoor. Helemaal alleen op jezelf. Ja, yeah, mezelf. Dat is mentaal wel heel lastig. Hè? Zelf uh, mm -hmm. tegen een muurtje trappen of uh, jong leren. Ja, yeah. no but this um, to be honest, this made me um, the person I am now, the, the player I yeah. am now. So I six, seven months, I was really working hard. Also, um, a little bit voor the, the big people to see you know because i knew that there was also window de voorzitter en yeah, de there was a window towards the on the ja. field that you have motivation zagen en uh, misschien geven hem een kans yeah the thing was then was the christmas break uh, so i was six months at the at hearts and i think i trained with the group maybe seven times only so nobody knew me nobody knew my qualities so and then i went to germany on holiday for two weeks and i wanted um, so i called my coach Darren Murray what's going to happen now with the tickets You're going to buy me a ticket or how i have to buy it And he was like, mmm, Dennis, I think we're not going to take you anymore, like because you know the situation is a little bit hopeless. So I said to my mother, um, I go now. So I, my mother booked a ticket for me. I didn't have money back then. No, I didn't have this contract. So my mother booked the tickets. I was Christmas Eve, I think. I landed in Scotland, and the, the whole team was off. Only the first team was training because in Scotland um, they play all year long. So I came there, and everyone was like, oh, "Why is this guy here?" And I was myself um, after the first team training on the field two three hours um, running sprinting just on purpose to show look i'm here don't forget me and they kind of gave me the chance yeah. and they, they saw me then they said okay dennis we'll give you the next six months you can prove this to us now okay i got my german passport on my 18th birthday in february and then um i started to play and i had a really um, strong season the next season after i became young player of the year i was the captain En um, ik signed my first pro contract. Due to ik denk, um, never giving up. Dat is uh, volharding, hè? Dat is gewoon lekker ja. even doorbijten. Dat is voor jou ook wel het geval geweest. Tarek, want voor hetzelfde geld was je gewoon geen prof geworden. Hoe ging dat voor je profjaren? Uh, <coughs> ja, ik was altijd al prof geworden, natuurlijk. Uh, ik speelde amateur altijd. Maar altijd wel op een hoog niveau. Waar je tegenover betaalvoetbalclubs speelde, zeg maar. Wat selecties waren dat dan in het amateurvoetbal? Heb je ooit gespeeld ook voor de KNVB? KNVB ook. KMVB. En dan, dan, dan werd er een, een selectie van spelers tegen profs, of hoe ging dat? Ja, dat was ook. Dat was, zeg maar, je hebt je eigen club, ja. amateurclub, en dan heb je, dan heb je de selectie. Daar gingen ze spelers scouten van amateur. En dan maakten ze uh, 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 zeg eigenlijk maar 18 man van. En het ging steeds per regio. Hoe jonger het was, eerst was het Noord-Holland, dan was het wat groter. En ja. uiteindelijk was het heel Nederland. En Daar hoorde ik ook bij. Uh, beste 18 en speelden we allemaal wedstrijden tegen uh, profclubs en en ja en er was eigenlijk nooit eigenlijk een moment geweest om, om, om die kans om, om ergens te kunnen stage lopen of te tekenen eigenlijk. Eén nee. uh, keer heb ik dat wel meegemaakt bij Groningen. Dat was uh, toen, ik, uh, toen ik bij 18 was ongeveer. Dan heb ik bij, uh, werd ik gescouterd door de vader van Ronald Koeman die is nu overleden. Uh, die, ik heb daar een dus stage gelopen, eerste ronde gehaald, tweede ronde gehaald, derde ronde hoefde ik niet te gaan eigenlijk, uh, omdat we in de kampioensfase waren en we speelden dat weekend in b is een grote amateurclub in Groningen. Ja. Dus uh, De voorzitter van de club had gezegd: Beoordeel ja, beoordelen maar van dat, uh, op die wedstrijd. En dus, uh, eigenlijk beter voor mij, want ik ken ik, ja, mijn jongen, ik wist ja, we gaan winnen van b -Quick. en Dus we gingen daarheen, hadden we ook gewonnen met 5-2 had ik drie keer gescoord en een assist. Dus ik dacht, ja, ik speel volgend jaar voor FC Groningen. En uh, daarna hoorde ik niks meer eigenlijk. En toen heeft mijn broer uh, na een paar dagen zelf, zelf gebeld. Uh, en ik was er daarnaast. Ik wou weten wat er was gebeurd. En, en toen zag ik, uh, ik mijn broer praten. En ik zag hem met tranen in zijn ogen. Ik, ik dacht, er klopt iets niet. En... Toen ja, was het een beetje uh, teleurstellend. Van, uh, want, want Groningen heeft gehoord dat ik voor, uh, in de jacht voor Ajax of Utrecht ging kiezen, omdat het dicht bij huis was. Want anders moest ik in play zien. En, en dat heeft de voorzitter dus gezegd van de club waar ik speelde. Maar dat was eigenlijk nooit uh, waar. Aix en Utrecht uh, waren eigenlijk nooit, uh, concreet, uh, hadden nooit concreet interesse in mij. En dat was pijnlijk. En Groningen had nog, uh, de vader van Ronnecom had nog beloofd dat ze nog een meeting zouden doen en misschien toch nog een speler in de selectie A-selectie te proberen, niet A maar A-junioren zeg maar. Mm -hmm. En dat ging uiteindelijk niet meer door, dat kon niet meer en dat was eigenlijk een jaar dat de uh, enige kans was en ben ik gelijk naar een uh, amateurclub gegaan en dacht ja ik wil, ik wil hier nooit meer spelen, dus ja. ik wil me ook uitschrijven. Uh, probeer daar me nog over over te halen met ja. Uh, wat, uh, wat, wat wil je verdienen? Ik geef je wel wat je wilt hebben, bla bla bla. Als, als jeugdamateur amateurvoetbal. ik dacht van nee, nee, ma maar ging het ging niet om het geld. Het was gewoon een, het was gewoon een mooie kans uh, om mijn droom te volgen. En ben ik gelijk naar uh, aan een andere club gegaan. Toen deed je ook nog uh, allerlei baantjes om, om te overleven. Wat heb je allemaal gedaan in je leven? Ja, ik ben eigenlijk al begonnen toen ik 12 was uh, met reclamefolders uh, bezorgen. En... Hoe ouder ik werd, uh, uiteindelijk bij de Albert Heijn supermarkt. Uh, daarna heb ik heel lang uh, in een Turks restaurant gewerkt. Als, uh, als broodjes maken en, en ook coureren. Was je goede kok? Uh, nee, nou, het was makkelijk. Het was echt zo, uh, kebab en, uh, <laughs> en uh, kebab maken, zeg maar. Dat was makkelijk. Maar uh, ook heel veel koerieren gedaan in het restaurant. En ik heb ook nog uh, in McDonald's gewerkt. Ja pizzas aan de kassa uh, of effectieve nee, achterin nee, burgers maken burgers burgers dat wat is het geheim de... van een goede burger Tarek veel saus, ja. veel saus. <laughs> ja, dan, om de maar... smaak te verbeteren ja, ja. <laughs> ja, dus McDonald's was heel zwaar ook gedaan en ja en daarna op mijn 21-jarige leeftijd wanneer ik, uh, ik had een nieuw contract getekend bij Sparta Nijkerk ja uh, die zalden mij ook een normale job geven dus eigenlijk kon ik dat, Itali uh, dat Turkse restaurant uh, Kreeg ik een normale job? Wat is een normale job? Niet een normale job, maar beter. Ik, moest, uh, ik kreeg een wagen van de club, uh, van de amateurclub, en dan moest ik Polen en Bulgaren ophalen, en dan moest ik ze brengen naar de, <laughs> naar, naar de werkplaats. Ja. En dan moest ik noteren wie er was. En dat was een normale job. Ja, dat was een betere job hè. dan uh, pizza <laughs> Ja. <lacht> en toen. Uh, en dus ik had twee salarissen, want ik kreeg ook nog een betaal van de amateurclub. Ja. Dat was wel ideaal. Uh, voor 21 jaar kreeg, kreeg, kreeg je toch twee lonen. En, en toen plots, uh, plots kwam uh, Telstar. Toen, uh, amateur, op amateurbasis. Heb ik wel een mooi uh, club ook, hè? Ja, ja, zeker een hele mooie club. En ben uh, ik zeker dankbaar voor. Uh, heb ik dacht van ja, je mag komen, maar je, we hebben geen budget. Je krijgt uh, reiskosten en dat en is het. Is ik dacht van ja, weet je, ik, heb, ik had genoeg gespaard destijds. Uh, ik, ik ga wel een jaartje inzien. En toen uh, in de voorbereiding, in de voorbereiding uh, na vier of vijf weken, uh, we hadden we een oefenwedstrijd voorbereid tegen NEC. En na die wedstrijd kwam, uh, kwam iemand van NEC naar me toe en zei van ja, je bent uh, een gratis gratis spelen. En we kunnen je eigenlijk gewoon weghalen, we willen jou ook hebben. Uh, had Telstar gehoord en kreeg ik gelijk een uh, voorstel ook van Telstar. En ik dacht ja, ik ben nu al vijf weken hier, ik heb een goed gevoel hier. Ik kreeg veel vertrouwen in de trainer. Dus dan kreeg je na vijf weken gelijk een profcontract. Ja, ongelooflijk. Wat een levenservaring ondertussen opgepikt allemaal, hè. Hij geeft jou af en toe ook uh, levenslessen en, en advies. Hè? Wat is het beste en het slechtste advies dat hij jou al heeft gegeven, in het leven? Yes, you know, um, Tarek is a lot, a lot of experience. He is married, he has two, two, yeah, two daughters. So, um, yeah. In my opinion, he's a big, um, you know, father figure and stuff. Yeah. For him, for his, for his daughters. So me, uh, the story with him, I wanted advice from him because me, I had a relationship before. a relationship with a vrouw, you thought I going to a relationship Dali and I ask for help how I do that. Expert, yes. <laughs> yeah. So um, yeah, me, I'm, I'm, I never have relationships. Maybe you know me. I'm, I'm really because um, I'm, I'm so handsome and I have many girls uh, waiting for me. Yeah. No, no, but I had a, I had a girlfriend and it was going. Not so good at some point, so I was a little bit sad. And Tarek saw me, you know. I was play, um, play, training shit, playing shit every game. I made some mistakes, you know. Um, and so Tarek spoke to me. What's what's happening? So, um, so I told him the story. I have some problems with my um, girlfriend back then. Give me some advice. So I remember after lunch, we are always sitting in the loge talking, drinking coffee, like for 30 or even one hour. He was explaining to me do this, do this, do this. And I thought, oh, this guy—he's um, a lot of experience. He speaks like a real, um, like a real prof. So <laughs> then I said, he said, do this because there was one situation, and he told me exactly what to do. I said, okay, I'm going to do this. Um, I just waited. Then I went home. I waited for the moment to happen, um, and this happened. So I thought of Tariq, and I said what he said to me. And in one sentence, in een zin, what, what was the advice? The advice was um, <coughs> so the advice was just say. Um, You keep talking about your, about your previous relationships. Um, where are they now? Ja, Is waarom zijn ze verdwenen als ze zo perfect waren? Praat er niet zoveel over. Waar zijn ze nu dan? Ze zijn weggelopen, dus zo perfect was het niet. Yeah, you're here with me now. You're here with me. Yeah. And when I first met you... In, where were you there? You were alone. So I took this advice, I said it. And we had a big fight. Like, really big. I remember I was crying. And then uh, we finished. <laughs> Tarek, voel je je schuldig, man? Soms wel, soms ja, maar dacht, je had wel een punt vind ik. Ik dacht wel dat hij echt heel veel van haar hield en, en hij, hij kreeg zo'n gevoel dat hij niet goed genoeg voor haar was en ik vond ja, ja, ja hij was gewoon heel goed voor haar en en toen zei ik van ja als die als die zo goed dan voor je zijn en waarom waarom laten ze die dan in de steek en dat kwam heel hard aan. En, na nou, die dag was eigenlijk game over voor hem. En, zullen we er eens een doelpuntje van Dennis bijhalen, Tarek? Wat denk je? Wil jij dat eens zien hoe die scoort? Graag. Ja, gaan we eens een goal van jou bekijken, Dennis. We doen Een Doelpunt van Dennis Prisinenko voor KMSK Dijnsen. En zo nu toch nog een grote kans in die tweede helft voor Dijnsen. En wie weet volgt er nog eentje, want Mertens komt hem terug in het pak. De beltr naar Prisinenko! had in deze tweede helft door tegen Westerland, dat beter aan het voetballen was ten opzichte van de eerste helft. Tarek, voor de mensen die geen beeld hebben, maar enkel audio hebben in de wagen of zo, of een bad, eh, leg eens even uit, hoe, hoe ging die goal? Dennis is, schiet misschien in het seizoen misschien twintig van dit soort ballen. Of ze vliegen uit het stadion, of ze liggen erin. En uh, dit keer ging hij erin en het was een, was een pegel, hè? Ja. How did that Dennis? Because you score not every week, yeah. It felt nice because it was against Westerlo, and Westerlo the future champion. Yeah, he's a champion. Let's say it. Let's say Westerlo. How's it going at the moment? Yes. So I scored against them. The winner, the two-one in Dijon. So it felt really nice, and because especially because my, my friend, it's um, the second coach of them, Momisudi. Oh yeah, Mo. So yeah, um, so I was really happy because I remember this night I went to his bar. Like this, I came ja, die heeft een wijnbar in de wat de Volkstraat denk ik. Volkstraat. Ja. Hij heeft ook goede hapjes. Ja, Hij ja, heeft ons een keer getrakteerd. Ja, leuke goeie kerel, Goede yeah. hapjes. No, I came there like the, the big player. I was with Rafa. Um, I bought, 10 ordered like 10 bottles wine. Ten Rafa. bottles? No, I don't know. I don't remember. Um, but it was nice to um, to take uh, the piss out of him. But yeah, then the next week we lost and they won. So yeah, everybody forgot about his goal in um, b Ik kijk ook nog veel wedstrijden in 1 B. Zou je kunnen zeggen, bij wijze van spreken, dat iedereen nog in aanmerking komt voor die tweede plek? Want die pakken elkaar constant punten af. Hè? Is het nu Deinze of aasland Beveren of RWDM? Lommel zelfs misschien nog. Noem hem maar op. Ja, like our coach yeah. always says de dekker. He always says, you know, the second place is there. You know, everybody is actually there. You just have to take it. Ja. You know, en. at the moment nobody is um, maybe they're afraid to take it or inexperienced enough not enough experience so but yeah this second place is just there and there are still 12 games to go and i'm positive i have lots of experiences i played i was champion twice in this division white star and berskot i played three finals so and to be honest for me to promote this way maybe on the last day of the championship somehow lucky results somehow then to play in the playoffs this is much better Much more interesting to remember than to promote as a champion, you know. Ken je de naam van het stadion, beste vriend? Welk stadion? Van Van Deinze. Ja, Dakota. Dakota's stadion. Ja, maar het was ook het burgemeester van de Wielenstadion, denk je dat was. Zeg die voorzitter van jullie, die heeft grote plannen, hè? Die wilde toch een hotel opzetten, was het allemaal? Ja, Denise, de de nice van der Werf. Really top guy. Really Betaalt ook goed. Betaalt goed. Beter dan bij Beerschot of Beter yeah. dan bij Beerschot. <laughs> Ongelooflijk. Oh, Een fucking rich now. No no. <laughs> no um, he um, I, I like him very much. To be honest, he is a, a guy who, um, to be honest, I like this person who have um, balls. Yeah. He seems like he has big balls. And he, he has plans. He, the way he acts, he, he. doesn't care what people think of him. Is hij al komen kijken? Tarek? What? Is hij al komen kijken? Oh, ah yeah. ja, kom, kom. Ja, yeah? kom tot die. Nee, hij uh, vraagt... Ben je al komen I, kijken? I come to look. Nee, ik, uh, ik ben nog nooit komen kijken. tv toch wel dan? Ja, je moet gevaccineerd zijn natuurlijk ook. Hè? En dat hebben nog, uh, nog we uh, nog niet geregeld. Dus uh, nee. dat is het grootste probleem. Oké. Okay. Um, jouw toekomst? Droom je niet opnieuw van het hoogste niveau? Dat, dat kan misschien met Enzo, wie weet...

Zeg maar die aanbiedingen van die andere teams in België. Je hoeft de namen niet te noemen. Zeg gewoon in welke kleuren ze voetballen. Um, blue and black, Club Rugger, to be honest. Wat shit team, you know? What? Champions League to lose every game. I don't want this, you know. <laughs> Schitterend. Uh, uh, Matsu, die heeft de prijs gewonnen. De Goed als uh, award de trainer van uh, Union. Nog eens even een actualiteit uit uh, te trekken. Union, daar hebben we het al heel veel over gehad. Ik wil jou eens even horen als spits. Uh, ja, Winger, spits, wat ben je? Je bent het eigenlijk allemaal. Over Van Zer, Oendaf, hoe kijk je naar die jongens? Uh, ingespeeld, ze staan samen heel goed ingespeeld. Uh, die weten wat ze van elkaar uh, verwachten, die weten wat ze, hoe ze elkaar kunnen gebruiken. En een beetje hetzelfde, net als wat ik met de hoorzaten bij Beerschot had. We waren altijd uh, net een seconde eerder dan de, dan de verdediging. Dat je het voelt waar ja, die dus komt. Je gewoon voelt. Uh, uh, ja, dat maakt voetballen wat makkelijker. En ik denk dat ze elkaar zeker nodig hebben om veel punten te pakken. Ja. Heb je een mening over de trainer? Heb je er al contact mee gehad? Of heeft hij, Matsu, nee. hoe hij het neerzet misschien? Knap, knap. Zeker. Het ja. enige wat je kan zeggen is knap. Kijk, uh... Ze halen snel ballen terug, hè. hoog op het veld. Hè. Toch ons niet. Toch ons nee. waren ze met z'n allen aan het verdedigen. Maar, uh... Dat zal dan aan, aan jou gelegen hebben? Nee, niet aan mij. Ik denk. Uh... Dat is wel gewoon een feit. tegen ons uh, ja, lastig. Ja, tegen ons, ja. Hadden ze het, het lastig. Hun uh, efficiëntie is gewoon hartstikke hoog. Dus uh, ja, geef ze maar geen gelijk als ze zo die punten pakken. Tegen ons. Maar voor de rest, heel mooi, uh, mooi hoe ze het doen. Uh, ja. Knap als ze dit vol kunnen houden. Kunnen ze uh, de hoofdvogel afschieten, denk je? Hoe doet het? Ja, de titel pakken. Kan dat? Ja, alles kan hè. Eh. Uh, als ze dit uh, voor kunnen houden, met, uh, ja, dan kan, daar, daar kan alles gebeuren. We, pakken, we blijven hun punten pakken. Ja. Uh, heb je Club Brugge gezien tegen Anderlecht? Of, of an... ja. Wat vind je van het niveau van, van dat soort teams? Want die zijn samen met jullie ook kandidaat voor uh, die eerste plek natuurlijk. Hè? Brugge misschien wel de ultieme uh, ja. favoriet op basis van een hele succesvolle jaar, veel kwaliteit. Noah Lang bijvoorbeeld ken je. Ken je Noah Lang? Ja, Noah ja, Lang ken ik. Uh... Hoe, hoe, hoe praten jullie met elkaar? Uh, ja, Noorlang is uh, heel uh, ambitieus ook. Hij uh, heeft grote plannen. Ik denk, uh, hij is gewoon een goede speler. Uh, ik, denk, ik denk dat hij uh, aan het klaarstomen is voor misschien een grotere competitie. Uh, ik denk dat hij dat, hij kan dat zeker kan aan. en is gewoon nog speler met heel veel individuele kwaliteit. En die kan uit het niets uh, dingen creëren. Ja, ja. Um, droom is hardop. Wat voor teams, stel dat hij zo blijft progressie maken, Tarik, waar zou hij nog heen kunnen? Wat zou een, een competitie zijn voor hem? Hmm. In mijn opinion he is hij een voor de Spanish League, voor La Liga. En welk team? Um, Español. Español Barcelona. Barcelona. Oh, Mooi compliment hè. Absoluut. Mooie club. Ik dacht wel dat hij wat hoger ging mikken. No, no, not, <laughs> you know, you said lucky, lucky season this year. So is of the ground. Yes, is <coughs> on the ground. No but he, in my opinion he can play higher. I also said it in 1B. When he played there, I said, How why are you still here? You know, and um yeah, in Ghent, he's now he's the best player of Ghent, in my opinion. Um, yeah, he's uh, by far. Not by far, but he's the top goalscorer and stuff, and he creates the most chances. He misses a lot of chances, but to create them is most important. So, I'm really happy for him. Happy for him, how he's developed. Um, um, also, yeah, for family and stuff. Because I know what ambitions he had, what dreams. Um, to take care of his family. So, I'm really happy for him. And I hope he will sign a big contract with Gent. Or somewhere else. Ja, yeah. jullie wonen ook nog allebei, denk ik, in, in Antwerpen. Hebben nog veel contact met jullie ex Beerschotmakkers. Dat is heel, heel lastig aan het worden, beerschot, dit seizoen. Denken jullie dat er nog een kans is dat ze het halen? Ja, kijk, uh, ik, ik, je ziet wel dat de concurrentie natuurlijk ook gewoon hun punten pakken. En uh, ik denk dat ze niet lang kunnen wachten. Ik denk dat het. Uh, het moet, het echt. moet echt. Dit moment zo snel mogelijk gebeuren om een reeks neer te zetten. Niet één keer winnen, dan weer twee, drie keer verliezen. Het is echt, ja, ze moeten het echt zien als, uh, als finales. Ja, hoe, hoe spreek je, want uh, Holtzhaus is een heel goede vriend van jou. Hoe spreken ze erover? Hoe zit het mentaal? Men mental is difficult now, obviously um, with the yeah with the results, and it's difficult to go into the position right now um, because last year we were so good, we were so good, and this year, yeah, well, I see Rafa. He's still very positive. He's still um, he loves the club, he loves the city, and I know him, and he does everything to to stay somehow in the in this competition. But yeah, to to put myself in his position, I cannot because I, I've never been um, really fighting for relegation, like, like this with Bershkot. It was always the opposite way. so, but i still believe they're going to do it. Okay, okay. ambassador for the club, i will never speak anything bad about the club. so, i really believe that if they maybe get the points from standard, it's possible. Yeah. Because mm -hmm. the game was cancelled there. Yeah? so, mm -hmm. i hope they will get it. and then two, three games winning and then everything is okay. Je had het over Rotshuizen, daar gaan we mee afronden. Ik heb dan een beeld, ik heb lang met Rafa gesproken over zijn verleden. Hij had het dan over een wedstrijd tegen Roma, dat hij tot hier toch af en toe is komt dollen. Ik wil van jullie om af te ronden nog één mooi verhaal hebben, dat jullie tegenover een grote voetballer stonden, met naam, uh, waar jullie tegen gevoetbald hebben, misschien zelfs in de amateurselecties, uh, dat je als herinnering meepakt. Wat is de grootste voetballer waar jij tegen gevoetbald hebt, of, of één van de? Um, let me think. You know already? You know. Je hebt met amateurselecties toch tegen die profs uh, gevoetbald? Ja, maar dat is in Nederland. Zijn er geen oranje boys bij die ondertussen. Ja, Frenkie de Jong heb ik wel tegen gespeeld. Zitten er dan nog herinneringen van, van in je hoofd? Uh, Want die was toen nog niet de Frenkie de Jong uiteraard uh, van nu. Ik nog niet de Frenkie de Jong. Het enige wat ik nog van Frenkie de Jong was, was met Donny van der Beek en Onana was op doel. Dat ik daar wel een mooie, mooie doelpunt had gemaakt waar, waar ik eerst Frenkie de Jong doelde en daarna Onana. Dat is het enige wat ik nog heb. En deed je dan zo? Nee, nee, nee. Dat deed ik niet. Uh, ik weet ik wel. Weet, uh, uh, op training heb ik ooit tegen uh, Mubarak Boussoufa gestaan bij, bij de belofte van Marokkaanse erftal. Ja. Ik denk dat het, dat was de meest. Uh, Mooi om naar te kijken tijdens een wedstrijd wat, uh, wat hij liet zien. zo een lekkere team. voetballer, hè? Ja, niet normaal. Ja, bark. Good old Bark. Uh, jij om af te ronden. Zit er nog iets in je hoofd? Ja, yeah, I remember I played against Hulk. You know, from the next... Oh, Hulk. From Hulk, ja. Yeah, yeah, yeah. We played um, against Zenit Petersburg With Sevastopol. And we lost 2-0. That was a good experience to play against him. And I remember, maybe you don't know, but um, a player like Kokorin. He was at this time, he was um, the, one of the best strikers in Russia, I remember. He was playing in Dinamo Moskou. And yeah, I remember like, um, I started the game and it was the first action. I, I tackled him really hard. He was crying and stuff. Everybody came to me. After like eight minutes, it was now a duel. I, I killed him again. So they were really scared and the, the coach of them, he screamed. And actually <laughs> I, had to, I had to come off after like 12 minutes because their coach They said, this guy, if he continues to play, we will not play anymore. So our coach took me off after 12 minutes or something. Geweldig verhaal, hè? Ja. <laughs> Heren, uh, hartelijk dank voor jullie komst. Het waren uh, leuke verhalen. Dat moeten we nog eens ooit uh, opnieuw doen. Fantastisch. Dankjewel, Tarek Disoudali. Leuk. Dankjewel, Dennis no Priscien voilà. Je kan het allemaal herbekijken, herbeluisteren op al je favoriete podcastkanalen: YouTube, uh, op Eleven. Uh, Pro League, kort het ook weer uitgezonden. Uh, het maar eens zoeken, je komt het wel uh, tegen. Graag tot de volgende keer. Bye bye.